En wat hondenbezitters in Kralingen en in heel Rotterdam echt koude rillingen geeft. Het feit hoe de wethouder dus daarover spreekt. Het geeft heel veel onrust. En het vervelende is, het is in 2017 is die zonering vastgesteld. En nu is er ineens een ongevraagd advies gekomen van een clubje wat al sinds 2008 bestaat, maar waar ik eigenlijk nog nooit mee te maken heb gehad, die een interview of een ongevraagd advies. Mag ik u de reden van? U gaat nu de inhoud in. Dat moeten we niet doen. Blijf bij het proces. Er is een negatief advies over de behandeling van de actualiteit op dit moment. U vindt dat dat wel behandeld moet worden. We gaan niet de inhoud in. Geen voorstel om het niet te behandelen. Ieder weldenkend mens weet dat er nu hele belangrijke dingen in de wereld gebeuren, hele ernstige dingen, wat ook invloed heeft op Rotterdam. Voor je het weet zijn we hier onder leiding van Lever alleen maar aan het praten over onkruid en vuilnis. Dus we hebben wel andere prioriteiten in deze stad. Dank u wel. Nee. We gaan hier niet over door. U heeft uw zegje gedaan, er was repliek op geweest. Dit punt, meneer Van Schaik, dit punt wordt niet behandeld. We gaan dit zo snel mogelijk in de commissie. Nee, dat gaan we dus niet meer verder doen. We gaan in de... Nee, niet doen, meneer Van Schaik. Meneer Van Schaik, raadsvergadering wordt daarmee vertroebeld.